materiaal scheelt bij ons van wedstrijd tot wedstrijd. Waarom? Omdat de parcoursen zijn enorm verschillend. Als het regent, dan gaan we naar een grover profiel van tubes. Eens het begin van het seizoen, de crossen zijn nog heel snel, kunnen naar een vlak profiel gaan van tubes. Zandbakken, regen, slijk, schuine kanten, alles een beetje verschillend. En dat is al heel veel van het werk als je die tubes op de juiste druk krijgt en het juiste profiel kunt kiezen. Dat is wel tof. Meestal weet men al van voordien een beetje hoe het parcours eruit ziet. Maar dat toch ieder jaar toch wat de zesde wedstrijden zijn. En dan is het toch sowieso de parcoursverkenning dat we doen. En dan beslist men achter die parcoursverkenning met welke tube we gaan starten. Hoeveel bandendruk dat we eraan insteken. Dat scheelt van wedstrijd tot wedstrijd. Hè. Ik weet dat ik tussen de kilo 100 en de kilo 6 zit. En dat is eigenlijk hetgeen dat je altijd moet nastreven. Hè. De ideale combinatie tussen grip en comfort. Je moet comfort hebben op een weide die slecht bolt. Dan moet eigenlijk een beetje zoet proberen over te gaan, maar je moet ook wel grip hebben in de bochten zodanig dat je die tegen een hoge snelheid kunt aanvatten. Wij nemen sowieso alles mee wat we in voorraad hebben. De camper is groot genoeg, we krijgen alles mee. Op 10 minuten kan alles omslagen, dus je moet op alles voorzien zijn. Er zijn wedstrijden bij natuurlijk dat een kwartier voor de wedstrijd ook begint te regenen en dan wordt er in één keer allerlei iets veranderd. En daarom zie je dikwijls in het begin van de koers ook heel veel fouten gebeuren en dan na een half uur zie je iedereen er zo wat doorkomen. Maar dat zijn factoren die meespelen tijdens een wedstrijd en dat maakt het plezant.